Welkom weer bij een aflevering van Official Bunyaski. We zijn vandaag in Haarlem. The Silent Power, Mr. Murad Bouzidi. Wij gaan hem even wat vragen stellen. Ik neem jullie mee. Zo, we zitten hier met The Silent Power, Murad Bouzidi. Een geweldige vechter, topvechter. Hoe is het, Murad? Hoe is het met je? Ja, goed. Laatste wedstrijd gehad. En nu druk ik met mijn eigen sportschool. En de rest aan het geven. Nog steeds wel een beetje fit aan het blijven. En kijken wat er komen gaat. Ja, want we zitten in jouw mooie, prachtige sportschool hier zo. Mooie bokszak, mooie vloer. Hoe gaat het hier? Ja, gaat goed. Onwijs druk. Met kinderenlessen, recreantenlessen, kickboksen. Dus we zijn lekker bezig hier. Nou, houd dat vast. Want geef jij hiermee door jouw ervaringen aan de volgende generatie? Of, ja, tuurlijk. Ik probeer die jongens wat een beetje de weg te wijzen en een beetje op te voeden, zowel maatschappelijk als kickbokstechnisch. Wat wil jij ze meegeven? Zo'n hummeltje van een jaar of 10 of zo die hier binnenloopt? Ja, vooral normen en waarden denk ik ook heel belangrijk is. Ja, gewoon dat die kinderen wat actiever worden nu. Als je nu kijkt, al die kinderen zitten allemaal computers. Allemaal achter de Playstation en de laptopjes. Dus het groeit allemaal dicht. Maar geef jij dat alleen maar aan die jongens en meisjes die hier trainen? Of kijk je ook naar je eigen kinderen? Want je hebt twee kids, toch? Ja. Mijn zoon die traint ook mee. Mijn dochter is 2, dus die is nog een beetje jong. Een beetje jong. Ja. Om even door te gaan over jouw wedstrijd. Kijk, je hebt laatst gevochten in Amsterdam Arena. Ja. Mooi ambiance. Geweldige plek om te vechten. Glory. Hoe was de ervaring daar? Ik heb er wel eens eerder gevochten. Ik heb er 3 keer eerder gevochten. Het is natuurlijk blijft toch een apart. Het is toch natuurlijk geweldig. Ik vind het een van de grootste evenementen die er zijn in de Amsterdam Arena. Het was een behoorlijke media-aandacht en iedereen wist ervan, dus dat was wel heel mooi, ja. Geniet jij daar ook van? Ja, zeker weten. Ik denk dat je vooral om te presteren moet je genieten van de momenten, weet je. Mm-hmm. Soms als vechter dan leg je te veel druk in van ik moet presteren. Maar we moeten genieten, weet je. Uiteindelijk zijn we begonnen als jonge kinderen, omdat we het leuk vonden, omdat we ervan genoten. Uh-huh. En ik denk dat je dat wel moet vasthouden, weet je. En dan overgaan naar de wedstrijd. Was je gespannen voor die wedstrijd om tegen Duut te vechten? Want je vocht tegen Michael Duut. Je had een keer eerder gevochten, meen ik. Toen had jij gewonnen. Hoe was de voorbereiding naar die wedstrijd? Ja, alles gewoon goed gegaan. Je voorbereiding is goed gegaan. Tijdens het evenement ook. Ja, totaal niet gespannen, niks. Alles ging eigenlijk gewoon zoals het moet gaan. Ook gedurende het gevecht. Goed overzicht daarover. Ja, naar mijn gevoel wel controlerend, het gevecht controleren. Ik denk dat ik achteraf zo gezien dat ik toch iets te veel risico's heb genomen en iets te gretig ben geweest. Mm-hmm. En dat heeft mij mijn kop gekost, deze laatste 4 seconden. Maar bijna letterlijk. Ja, inderdaad. Ja. Ja, maar aan de andere kant weet je, dat is zo'n sport en je komt om te knokken, weet je. Het is gebeurd, ik heb wel even laten zien hoe het zit. Nee, tuurlijk. Kijk, neem je op dat moment jezelf iets kwalijk? Kijk, want je zegt net van je hebt iets te veel risico genomen. Stel je voor dat je vandaag weer had mogen spelen die wedstrijd. Had je wat anders gedaan? Ja, het waren 4 seconden, weet je. Als je 1 stap terugneemt, zijn 4 seconden ook voorbij. Ja, wat als ik in plaats van die rechtse gaf van een low kick gaf of net een stapje terug nam. Dus dat gaat wel door je hoofd. Alleen, je komt om te knokken, weet je. En we komen om te knokken en we komen niet. Nu staat het 1-1. Ja. Komt er een derde wedstrijd? Ik sta er zeker voor open, man. Ik zat, mij ligt graag. Weet je, ik heb ook aangeboden voor een gaasje, weet je, of winner takes all, weet je. Mm-hmm. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, je hoort het, Michael. Hij staat er nog steeds klaar voor. Hij staat er zeker voor open. Die wedstrijd voorbij. En dan, hoe is het nadat je verloren hebt op KO? Hoe is het? Wat heb je gedaan aan die wedstrijd? Ik kan daarna wel gaan kijken van wat is er fout gegaan. Ja, de wedstrijd ging gewoon goed. Het ging naar mijn gevoel, ging het allemaal goed, weet je. Alleen, die laatste 4 seconden. Ik was iets te gretig. Mm-hmm. Ik had misschien iets meer overzicht moeten houden. Je bent nu 33, meen ik? 33, ja. Hoe ver zou je nog doorgaan in deze wedstrijd? Ik zou nog wel een aantal leuke dingen willen doen en niet zo heel veel, maar misschien nog twee, drie goede jaren. Ja. Dus en is dat per se bij Glory? Want heb jij nog een contract bij Glory? Nee, mijn contract bij Glory is verlopen, dus ik ben nu freelance. Ik sta nu open voor alles en kijken wat er komt.
Oké, want je hebt een heel veel goede jaren gehad. Je hebt hier en daar een up en down gehad. Want ik meen te bedenken dat in 2011 tot 2012 had je een zwaar jaar gehad. Een aantal wedstrijden achter elkaar verloren. Mm. Hoe pep jij je weer op om daar bovenop te komen? Er zijn mensen die na 2-3 wedstrijden zeggen van... ik stop met deze sport en gaan we het anders doen. We gaan weer even tennissen. Ja. Maar jij bent doorgegaan. En jij bent elke keer weer je kleren afgevegen en weer doorgegaan. Ja. Ik vind mensen die één keer hebben verloren en dan stoppen, dat vind ik zwak. Weet je. Ja, dan moet je daar bovenop komen. En dan laat je zien van wat voor materiaal je gemaakt bent. Weet je wel. Voor mij was het extra motivatie om nog harder te trainen. En... Mm-hmm. Zijn er nog mensen waarvan jij zegt van, Glory of welke andere organisatie, regel die partij voor mij. Want die heb ik nog een appeltje mee te schillen. Nou ja, ik zit wel met, net zo die Michael Dutte, dat is natuurlijk heel vers, weet je. Dat zou ik wel, dat zou nu wel... Die lust jij nog wel even. Daar maak je me wel gelukkig mee, ja. Weet je, en ik heb een keer gevochten tegen die Cavallari, weet je, ben ik ook neergegaan. Mm-hmm. Toen heb ik een hele domme besluit genomen. Dat was echt een hele domme besluit om op een heel kort termijn te vechten. Ik ben toen geopereerd aan mijn schouder en aan mijn hand. Mm-hmm. En 7 maanden niet getraind, toen heb ik binnen 5 dagen besloten om te vechten. Weet je. Okay. Dat was een enorme domme fout. Ja. Dus die zou ik ook wel weer een keer nog willen overnemen. Maar die Cavallari is nu wel... op dreef hoor. Ja. Hij is wel op dreef. Ja, maar ik denk hoorde ook... dat Glory, Cavallari. Ja, en daarnaast zou ik nog wel een keertje tegen Vagitov willen. Vagitov, oké. Ja. Het zijn 2 kampioenen die je meteen hier. Ja. Je zegt niet van we beginnen ergens onderin. Nee, natuurlijk niet man. Weet je. Als je het doet, moet je het goed doen. Ja, ik denk ook dat het... dat is ook een vechtershart. Kijk, ja, ik bedoel, zeker. Je kan de eerste beste pannenkoek nemen, maar jij, je bent een vechter. Je hebt al jaren geweldige partijen gevochten in de ring, dus dat zou raar zijn als je nu zou zeggen van, geef maar de eerste beste pannenkoek, daarom, begin met een A-klasser. Daarom, weet je. Nee, dat zeg je goed. Jouw trainer. Je bent in de afgelopen jaren, heb je verschillende trainers gehad. Gerard Gordeau, een geweldenaar in de sport. Ja, daar ben ik echt opgegroeid. Wat heeft hij voor jou betekend al die jaren? Ja, veel. Heel veel. Echt onwijs veel. Weet je, die man echt een mentor geweest, weet je. Niet alleen in sport, weet je, maar ook in de levenswijze, weet je. Mm-hmm. Denken en doen. Die man heeft een bepaalde indruk bij mensen. Niet iedereen heeft altijd correct, weet je, met hem. Maar die man heeft mij wel een hoop bijgebracht, weet je. Dus dat blijf ik altijd wel waarderen, weet je. En dat zal ik nooit vergeten. Maar ook qua sport. Ik denk dat hij echt wel een van de beste trainers ook is. Ja, ik denk het ook. Weet je, en qua inzicht. Hij ziet zoveel, weet je. Hij is, Ik ken Gerard Gordeau nog van de videobanden. Die VHS-videobanden. Toen hij nog in de UFC zat. Ja, in 93. Toen UFC nog gewoon... Eén was het, ja. Toen niemand er nog naar keek. Ja, en nu denk ik iedereen populair te wezen dat ze naar UFC kijken. Ja, maar toen we nog VHS-bandjes, daar ken ik hem toen nog van. Toen wisten mensen wat gebeurde. Juist. Ik heb hem altijd een geweldige gozer gevonden. Ja, die, maar ook qua trainer, hij is echt, ik blijf het zeggen, hij is echt een goede trainer. Ja, hij weet je echt de puntjes, weet je wel, precies hoe Dus daar heb jij heel veel aan gehad. Zeker weten, nou, en dat is in je beginjaren. Je bent toen overgestapt op een gegeven moment. Ja, Gerard had altijd blessures aan zijn lichaam en dus het trainen kon niet heel makkelijk meer gaan. En toen, hij was heel goed bevriend met Moesie, dus hij liet me wel eens naar Moesie gaan met haar trainen. En zo ben ik toen met hem eruit gekomen om dan bij Moesie te gaan trainen. Ja, wat grappig is, want wij hebben af en toe ook nog gespart. Wij hebben nog bij mijn Jiu-Jitsu. Was ik een jaartje of 17, 18 jaar was Ja, toen kwam jij samen met een vrind Roel, kwam je af en toe bij ons meetrainen. Ja, meetrainen, sparren. Vrijdagavond alleen maar sparren. Toen zagen we al, en dat had ik toen ook af en toe met Roel en mijn oude trainer André Mannaert zagen we al van, dat is een talentje, die gaat er wel bovenop komen. Net voordat jij de Keien won. Ja, net voordat de Keien won. Toen won je hem 3 keer. Twee keer achter elkaar en dan toen heb ik hem in 2008 weer gewonnen. Ja. Hoe ben jij eigenlijk begonnen met deze sport? En weet je wat het is? Ik ben opgegroeid in Schilderswijk. Ik ben geboren in Schilderswijk in Den Haag geweest. Mm-hmm. Dus voor ons was dat gewoon stoer, weet je. Daar. En je moet er bovenop knokken met die jongens. Je moet je er letterlijk je naar boven kaas niet van knokken. Je brood laten opeten. Zowel op straat niet als op de sport gewoon niet, weet je. Dus, dat is gewoon knokken, weet je. In het begin vond ik het gewoon stoer, weet je. Ik ben een harde werker, weet je. Ik ben niet iemand geweest die in de sportschool binnenkwam, dat die 1, 2, 3 voordoen en dan gelijk het gelijk oppakt, weet je. Ja, ik bleef het wel 1000 keer herhalen, weet je, om het onder de knie te krijgen. Murat, je bent in de Schilderswijk opgegroeid. Wat was er met jou gebeurd als jij niet had gekickboxen?
Weet je, kan je niet zeggen, maar ik kan wel om me heen kijken, vrienden van me, weet je. Dan denk ik, ja, de ene is junk, de ander is afgeknald, weet je, criminelen, weet je. Dus, ja, dat kan je niet vertellen, maar je kan wel om me heen kijken van, hey, die... Je had een vergelijkbaar leven precies, kunnen hebben als dat je? Op die manier ja. zo gegaan was. Als zo gingen die jongens wel, de donderdagavond trainde ik toen. Ja, die jongens gingen de stad in, weet je, roven en doen. Ja, ja, ik gekke dingen sportschool, man. Weet je, ik moest trainen. Achteraf heeft het me ook geloond, weet je. Nu, ja. Achteraf ben ik er ook blij om. Dat bedoel ik. Ja. Achteraf ben ik er blij om. En wat vind jij dat het kickboksen nu in Nederland doet? Want we merken heel erg... dat het kickboksen een pijl omhoog heeft gemaakt. Ja, ja. Ik krijg zelf in mijn eigen sportschool meer het gevoel van dat er meer recreanten zijn dan wedstrijdvechters. Dat merk je heel erg. En dat men meer richting het recreatief kickboksen bezig is dan met de wedstrijden. Merk je dat ook? Ja, zeker weten. En is dat, waar denk je dat de populariteit vandaan komt? Ik denk op tv, dat is nu wat meer broadcast, weet je wel. Vroeger was kickboksen, ja, wat was dat? Op Eurosport, ja, 3 uur 's nachts. Ja, zijn die criminelen die kickboksen, weet je. En toen kwamen jongens, ja, zoals jij, weet je, Rico, weet je. Ja. Dat zijn toch gezichten, denk ik, hey, er zijn toch normale jongens die het wel doen, weet je wel. Ja, maar ook, ik heb ouders hier, weet je. En die komen en denk ik, ja, ik vond het toch een beetje eng, weet je wel. Voor kickboksen, weet je. Dat word je eens. Ja, dan zien ze dat het toch ook anders kan, weet je wel. Het hedendaagse kickboksen is nu op een ander niveau. Ja. Je zegt van dat het nu wat breder is getrokken. Ja. En dat is goed voor de sport. Waar denk je dat deze sport kan eindigen? Of waar denk je dat het naartoe gaat? Ja, ik hoop dat het in Nederland wel erkend wordt. Weet je wel. Dat zou wel mooi zijn. Mm. Dat we gewoon wat. Ook merk, weet je wel. Het is positief wat er gebeurt, maar daardoor ontstaat er ook wel dat er mindere scholen gaan openen, weet je wel. Ja, om het een beetje netjes te verwoorden, weet je. En mensen voor de klas helemaal... gaan staan die niet... Ja, dat merk ik ook. Want ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Ja. Kickboxboetiekjes en sportscholen waar iemand 2 keer les heeft gevolgd. En die staat als een sensei daar de mensen toe te schreeuwen. Ja, dat is zo. Waar heb jij altijd naar opgekeken? Er is altijd wel een vechters hebben dat vaak, die kijken naar iemand op. Wie is jouw voorbeeld geweest? Nee, ik heb nooit naar iemand opgekeken. Ik vond kickbox, ik vond Kai. Toen had je van die precies wat je net zegt, videobanden, weet je, van de Kai. 98. Ik dacht dat je mijn naam zou noemen. Nee. Maar goed. Dat was natuurlijk want toen ik met jou trainde, toen heb jij de K1 gewonnen. Ja. En daarvoor was je ook nog rustig. Ja. En toen was je nog vrij rustig, weet je. En toen, was het nog vrij rustig om jou heen. En toen we hebben getraind, door mij natuurlijk. Daarna ben je over. Maar als jonge gozer, als die Branko Cicatici, Peter Aerts, weet je, dat was echt... Want jij hebt nog met hem getraind. Hij was jouw trainer ook nog. Ja, we hadden toen Team Aerts. Ja, laat me het goed zeggen, jullie hebben nog in de ring gestaan met elkaar. Ja, hoe was dat dan? Want heel veel mensen weten het niet. Het was Glory 4 volgens mij, uit mijn hoofd. In Tokio. Ja, Tokio 2012. Ja, weet ik 12, niet. 13 was dat. Ja. Eerst traint hij jou. Ja, en bij hem in de hoek gestaan. Ook zo, bij hem in de hoek gestaan. Ja. Hij heeft jou gekozen, hij heeft jou getraind. Ja. En op een gegeven moment sta je tegenover elkaar. Hoe is dat dan? Ja, de loting kwam zo uit, dus dat heb je niet in handen. Uh-huh. En dan moet je wel, dan heb je geen keuze. Weet je. Hoe was dat? Want kijk, ten eerste sta je niet zomaar tegen zomaar een coach. Ja. Je staat tegen Peter Aerts, meervoudige kampioen, een legende, levende legende. Ja. En dan moet je emotioneel ook betrokken bij, dat was een heel moeilijke situatie. Hoor. Hoe was dat? Want dan sta je daar tegenover elkaar, ping. Ja. Ja, je ga je kop eraf slaan. Ja, je moet wel. Ja, dat is op een gegeven moment zakelijk, weet je. Ik denk dat je ook wel vaak tegen jongens hebt gestaan, weet je. Die ik mag. Je denken, dat vond ik wel interessant hoor, om dat allemaal mee te maken. Jouw gezin is heel belangrijk voor jou. Hoe steunen ze jou in de voorbereiding naar een wedstrijd? Hoe is het met het eten? Worden de kinderen weg bij je gehouden? Ga jij, een 2-3 weken de deur uit? Hoe ziet het bij jou eruit? Ik put kracht uit mijn gezin, weet je. En dat geeft mij kracht. Dus vertrekken doe ik niet. Weet je? Ze hebben wel wat meer begrip. Ik ben wat prikkelbaarder in mijn voorbereiding. En mijn voeding wordt aangepast. Papa is vaak weg. Ik leg ze wel uit, vooral met mijn zoon, die is nu bijna 7. Weet je. Die leg ik wel uit van...
papa moet vechten, dus papa moet trainen. Want, ja, zelfs mijn dochter van 2 jaar, papa gaat weer trainen. Dus ze krijgen het met een paplepel, weet je wel. Ze begrijpen het wel. Weet je. Dus ja, ik was ochtends vroeg als zij wakker zijn, dan ben ik al in de sport geweest. Dus, zo gaat dat. Nee. Hey, ik dank je wel. Ik dank je wel, Murat, voor dit interview. Ik hoop dat ik je nog een keer in de ring mag zien. Ja, en dat we gewoon weer je handen weer omhoog mogen trekken. Want je bent een topper. Ja, je bent een geweldige vechter. Dus misschien nog een 2-1 halen bij ja, Duut. Graag. Als het aan mij ligt, zeker weten. Nou, jullie horen het, hè, Glory. Hij is available. Zeker weten. Is goed, dank je wel, man. Jij bedankt. Nou, bedankt voor het kijken. Deel en like. Je ziet het, Murat Bouzidi. We gaan nog heel veel meer volgen. Blijf delen, blijf liken, blijf volgen. Tot de volgende keer bij Official Bunyaski.